De belangrijkste van die vrijwilligers, die staat hier naast mij. Bert Nijhuis. En daar is uw vrouw, die moeten we regelmatig missen. Die met bloemen voor degene die u zo vaak mist. Mevrouw Nijhuis. En een hele mooie oorkom. Pak hem straks aan naar deze thuis en verder kunt door. Dames en heren, Bert Nijhuis. Wat deed dat met u? Heel veel. Dat kun je niet voorstellen, want ik stroom me echt te pletten. Ja, onverwachts. Maar ik snap het niet. Het is een mooi werk. Ik doe me alle liefde gedaan, dus... Maar u weet zelf ook dat u altijd heel veel gedaan hebt voor die tattoo. En dat u er echt dag en nacht mee bezig was. Dan, ja... Ja. Dat klopt wel. Totaal nog 16 jaar. Dus... Nee, fantastisch. Heel mooi. Wat vond u zo mooi, of wat vindt u zo mooi aan het organiseren van een tattoo? Ja, zoveel mogelijk goede korps bij elkaar te krijgen natuurlijk. En voor het goede doel, want dat is de hoofdzaak. Daar ging het om. Dus zijn daarvoor gedaan. Dag hè. En wat waren de goede doelen deze keer? Kans voor een kind en ALS. Heel belangrijk. ALS ook, geen tijd te verliezen. Een verschrikkelijke ziekte. En kans voor een kind heb je ook gezien. Prachtig. Goede doelen. En u bent blij dat u daar zo'n mooi bedrag aan hebt kunnen bijdragen natuurlijk. Ja, zeker. Niet verwacht misschien zoveel met de corona en weinig sponsors. Maar het is toch goed gekomen. Dus prachtig. En over 2 jaar, staat u er dan weer? Ik weet het niet. Ik kan nog helder nog in. Ik word ook dagjouwen. Maar u hebt het altijd met heel veel plezier gedaan. Ja, absoluut. Iedere dag weer. Heel erg bedankt daarvoor.